misschien ook wel aardig om te melden, want daar hebben we het nog niet over gehad, is dat ik wel wat verwacht van de zogenaamde 3D-printing. Wat is dat? 3D-printing is dat we in een apparaat met een bepaalde grondstof als basis modellen printen, letterlijk printen, weven als het ware in hoog tempo, van die organen of die delen in het gewricht die we missen. Daar zou dus kraakbeen, zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Hoe ver zijn ze daarmee? In het laboratorium op kleine schaal, ga nog even terug, best wel ver. Ja. Maar dan praat ik over muizen en over stukjes kraakbeen geprint van 2 bij 2 millimeter. Ja. Nou, je kan je voorstellen, dat is te weinig voor een hele knie of een hele enkel of een heup. Hè? Dat werkt niet. Ja. En het is peperduur. Het probleem is, ik heb een mooi stukje kraakbeen gekweekt in het lab. Hm. Hoe ga ik dat levend stukje weefsel nu in een slechte knie terugbrengen in de hoop dat het aanslaat? He? Ik kan met een vliegtuig vol goed graszaad over een woestijn vliegen en het dumpen. Ja. Maar daarmee heb ik nog geen groene grasmat een paar maanden later. He? Je moet een voedingsbodem creëren waarop je getransplanteerde kraakbeen aanslaat, kan ingroeien en uiteindelijk gaan functioneren als echt kraakbeen. En dat is een moeilijke. Dus kraakbeentransplantatie is echt een lastige. Maar wordt het wel al toegepast? In het laboratorium. In het laboratorium. Of gecontroleerd in studies. Hè? Bijvoorbeeld de voetballer die ik net liet zien met alleen zo'n gat in zijn kraakbeen. Ja. Dan kun je een stuk kraakbeen lenen uit een minder dragend deel van de knie of de andere knie. En dat plak je terug. Hmm. Maar is het helemaal kaal? Is al het kraakbeen weg? Dan heeft transplantatie totaal geen zin. Is het nutteloos. Dus alleen voor geïsoleerde defecten heeft het een kans.